Hallo allemaal. Welkom bij deze vlog. Wat gaan jullie in deze vlog doen? Een challenge. En hoeveel? Zes. Dan gaan wij 6 challenges doen. Ja. En diegene die het meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Laten we beginnen. Ja. Ja. Gaan we beginnen? Ja! Dan grabbel jij maar als eerste een kaartje. Ook dit? Grabbel maar gewoon een kaartje. Ja. Maar 1 of 2? 1. Ik pak deze. Kies jij die? Ik heb 2 keer. Nou, maak hem maar eens open en laat je maar eens lezen. Teken je sok. Nee, trek. Trek je sok uit. Zonder je handen. Oeh! Ga maar eens op tafel zitten. Oké. Okay. Dat zien ze niet. Ja. En dan zo snel mogelijk je sok uittrekken, hè? Je mag niet met je handen. Ja. Fijn je mijn tand kruis. Ik doe heel even deze. Auw! 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 Je denkt, je handen, hè? Ja! Ik heb één sok uit! De andere nog! Laat Wat slaat jij? Met je handen! Kan dat niet! Kan dat? Hoe kan dat? Ja! Ik heb bijna! Ik had geen scheen aan! Nou, de eerste ronde is gewonnen door Diane. Joepie! Doe jij het kaartje dan krabbelen, Diane? Ja! Rook? Hè? Rijs op. Zoek iets van 1 kilo. Diegene die het dichtst bij de 1 kilo zit, die heeft een punt. Dus je moet iets uit gaan zoeken dat je denkt van oké, dit is 1 kilo. En dan zetten we het daar op de weegschaal en dan kijken we wie het dichtst bij 1 kilo zit. Gaan jullie maar iets halen? Dan zijn we zo terug. Ja. Ondertussen hebben we de weegschaal erbij gepakt. En die staat op 0. Dus nu gaan we kijken. Ik pak de camera even eraf. Wie mag beginnen? En dan gaan we even wegen. Wie mag beginnen? Ja, dan zet jij als eerste jouw knop op. Dat is net geen halve kilo. Maar, pap, onthoud je een beetje de gewichten? Nu ik. Neil, die heeft... 200 en een beetje, dus iets minder dan Jana. Ja, dus Jana die staat voor. En nu Diane. Ja, kijk maar, denk ik. Diane, de auto weegt nog net geen 600 gram. Oh. Maar Diane heeft wel een punt. Diane zit het dichtst bij 1 kilo. Tweede punt! Nee! Ja. Nou Diane, gefeliciteerd met je tweede punt. Nee. Ja, nou grappel jij een kaartje? Ja. Probeer hem zelf te lezen of wil je meteen het lezen? Ik probeer zelf te lezen. Smuk. Krijg op. Smuk. Smink je gezicht zo snel mogelijk groen, zwart of bruin. Nee. Helemaal. Ja, helemaal. Lange ogen zeker. Nee, ogen mogen wel. Maar als je gezicht maar gekleurd. Ja, geef mij maar één. Je mag dat gewoon met je vingers doen. En ik wil zwart. Ik wil groen. Oké, geef mij maar bruin. 3, 2,
verhaal, hè? Snel, snel, Leo. Ik ben je vinger. Pakken, erop smeren, smeren. Hier, denk ik. Tot nu toe staat Jana voor. En heel snel in je neus gezet. Alles. Oh, nee. Ben je klaar? Nee, bijna. Hier bovenop. Waar, ik? Je wangen. Hier, je wangen nog. Smeren. Je wangen. Heel smeren. Je kin. Ben jij? Als je denkt, ik ben klaar, dan stop je. Ik ben ook klaar. Ja, en dan kijken we naar wie er gewonnen heeft. Ik denk dat ik klaar ben. Zo. Ben je klaar? Ja. Ben je klaar met dingen? Ja. Het is nek aan nek hoor. Wie denkt jij dat we gewoon even, papa? Het is echt nek aan nek, hoor. Ja, maar ik vind dan... Niel, die heeft alleen op de kerk bewand. Neusje een beetje, voor hier een beetje en daar een beetje. Dus ja, die heeft het minste. Maar hij heeft wel een hele dikke vette klodder op zijn kerk. Ja. Dat is echt wel 3 centimeter dik. Maar ik denk deze ronde Jana heeft gewonnen. Ja, want bij Diane is één kant niet weer zwart. Hier is ze helemaal wit. Ja. Wij zeggen dat Jana de beste van deze ronde is. Nou, deze ronde was gewonnen door Jana. Ja. Maar Niel mag nou weer een kaartje, want die was begonnen met kaartje vallen. Schrijf hem maar op. Deze. Ja. Wie kan het langste stil zijn in 3, 2, 1? Nou ja, dat is al af. Ja, dat is al af. Pieter Lemiel. Ja! Nu is het dus 2 punten voor Diane. Joepie. 1 voor Niel en 1 voor Jana. Spanning. We hebben 2 spellen, dus het kan of gelijk worden of... Maar ja, we kunnen ook altijd een bonusspel nog inzetten. Ja! Bonusspel. Een bonusspel, ja. Dat als er gelijk spel is, dan kunnen we nog een punt extra maken. Ja! Nou, dan gaan we vooral op de volgende. Ik pak deze. Teken. Blind. En 1. Bloem. Nee! 2, 1. Teken maar. Een bloem, hè? Als je denkt dat die klaar is, mag je de blinddoek afdoen. Zo, klaar. Bart, ja, doe maar een blinddoek af. Hoe kan dit? Au. Ben je klaar, Niel? Doe maar af. Ik had het mooi. Ja, ik vind ze allemaal wel goed gelukt, dat zeker wel. Ja. Wat is het mooi, hè? Oei. Nou, laat maar zien. Toen. Jij hebt het verkeerd om ons. Nou, best gelukt is toch wel, hè? Oh, is dat nog wel leuk, hè? En Niels, het bloemetje zweeft. Ja, Diane heeft het punt. Zo, papa? Die bloem die zit op het stokje. Ja. Yes! Diane heeft een punt gehaald. Diane heeft 3 punten. Niel heeft 1 punt en Jana heeft 1 punt. Maar we hebben besloten dat we alle opdrachten gaan doen, hè? Ja! Dus alle 8 challenges. Dus we hebben er nog 3 te gaan. Wie was er aan de beurt met Jana? Jana! Ik had net. Ja, net. Oh, dan mag Nee, ik heb net. Oké. Okay. Oh, je hebt net. Oh, dan mag Niel. Nee, ik snap het niet. Nou, mag niet uit. Niel, wil jij krabbelen? Ja.
Deze. Deze vee. Ja. Heb je er zin in? Ja. Teken 3 verschillende fruitsoorten. 3, 2, 1. Teken maar. En jij schrijft erbij wat het is. Want dat is voor jou heel makkelijk antwoord. Puntje. Hier puntje. Ik ga maar een rij maken. In kleuren. Ah, dat hoeft niet, hoor. Hoeft niet in te kleuren. Doe maar de tweede fruit maken, Niel. Mm. Jana heeft ook al de tweede fruit, dus steek hem maar even door. En ik ook. Hier punt. Dat is een peer, of niet? Nee. Wat dan? Appel. Nee. Mandarijn! Maar je tekent 3 mandarijnen gewoon. Ja? 3 verschillende, hè? Je moet 3 verschillende. Dus je moet echt mandarijn, appel, banaan. Banaan. Oh. Tik maar banaan hier. Tik banaan? Ja. Oké, okay. Ik heb een banaan getekend. En wat ga ik nu? Klaar. Oh, Jana is klaar. Moet je dan stoppen? Stop maar, Jana is klaar. Jana heeft gewonnen. Jana heeft als eerste 3 fruitjes klaar. Volgens mij een kers. Ja. Een druif. Nee, appel. Een appel, ja, en banaan. En bananen. Ja, oké. Okay. Dus deze punten gaan naar... Ja! Ronde nummer 7. 7. Zo, nou 3, 2, 1. 3 voor Diane, 2 voor Jana en 1 voor Neil. Probeer. Jij goed, te. Buiten. Buiten. Et. Een. Hop. Hop. Be. Es. Beschuit. Schuit. Probeer te fluiten met een hap beschuit. Dus je neemt daar een hap van de beschuit. En degene die daarna als eerst kan fluiten. Dit wonen. Die heeft een punt. Oké. Jullie krijgen allemaal een beschuitje. Dan neem je een grote hap van de beschuit. En probeer daar gewoon eens te fluiten. Heel snel. Ik
Ik vind. Ja. En was tot zeven gekomen. Jana die was. Tot zeven. Ging wie de eerste 5 seconden. Ja. Voor de hen was het te makkelijk. Want die legde neer, het was eigenlijk te makkelijk voor jou. Klopt hè? Ja! En als nu maar vind, die het langs. Nee, ik vind dat Niel die punt verdient. Ja, ik ook! En waarom? Het is een beetje super moeilijk, ja. Ja, ik vind dat echt. Mm-hmm. Nou ja, dan gaat het punt naar Niel. Maar weet dat jullie voor ons allemaal. Hebben gewonnen! Vonden jullie de challenge leuk? Ja! Nou, vraag aan de kijkers maar of dat ze het leuk vonden. Ja! Ja, vond je het leuk? Leuk. Geef dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren. Doei.